ik ben Chantal Gaankens van richtkijkenbestellen.nl. Ik ga het vandaag hebben over de geheel nieuwe Vortex Viper PST Gen 2 richtkijker, de 5 tot 25x50. De oude Gen 1 versie, de 6 tot 24x50, was een zeer populaire richtkijker en deze is nu door Vortex geheel vernieuwd. De turret zijn gewijzigd. Er zijn een aantal interne dingen gewijzigd. Ik ga het allemaal vertellen in dit artikel en ik laat je de 15 verschillen zien tussen de oude Gen 1 versie en deze geheel nieuwe Gen 2 versie in First Focal Plane Dradenkruis. Het eerste verschil is de vergroting. Deze is namelijk vergroot van 6 tot 24 maal bij de oude Gen 1 richtkijker naar de 5 tot 25 maal. De grootste en de kleinste vergroting zijn dus met 1 maal vergroot. Hierdoor is het bereik van deze richtkijker vergroot van 6 tot 24 naar 5 tot 25 maal. Het objectief is echter hetzelfde gebleven en is 50 mm. De oogafstand. De oogafstand of eye relief is de afstand die je oog verwijderd moet zijn van de richtkijker. Dit is belangrijk bij een richtkijker die je plaatst op een geweer met grote terugslag. De oogafstand is gewijzigd bij de nieuwe versie. De Gen 1 had een vrijgevig 4 inch of 101 mm eye relief. Bij de nieuwe Gen 2 is dit teruggebracht naar 3,4 inches, oftewel 86 mm. Dat is nog steeds een behoorlijk grote oogafstand, maar wel iets om rekening mee te houden als dit belangrijk voor je is. De lengte is niet zoveel gewijzigd. Die is van 39,4 cm naar 40,6 cm gegaan. Wat echter wel gewijzigd is in deze nieuwe Gen 2 versie, is het gewicht. Die is behoorlijk toegenomen van 693 gram naar 884 gram. Een gewichtstoename van 33%. Het hoeft echter niet altijd een slechte eigenschap te zijn, aangezien de nieuwe richtkijker er ook veel meer solide uitziet. Qua duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn er geen zichtbare verschillen tussen beide scopes. De hoogteaanpassing is vergroot van 65 MOA naar 70 MOA. De breedteaanpassing is verminderd van 65 naar 35. Mocht je met de 35 MOA niet genoeg hebben, dan heb je waarschijnlijk een probleem dat de richtkijker niet goed is uitgelijnd. Ook in MRAD is de hoogteaanpassing vergroot, van 19 MRAD naar 20 MRAD. De breedteaanpassing is van 19 MRAD naar 10 MRAD verlaagd. Ook dit zou geen enkel probleem moeten zijn. Een van de mooiste dingen aan deze nieuwe Gen 2 richtkijker is de verbeterde glaskwaliteit. Dit kom je niet zomaar in de specificaties van deze richtkijker tegen, want die vertellen je niet alles over de verbeterde optische kwaliteit van deze richtkijker. Het glas is namelijk hetzelfde, maar het optische systeem is verbeterd. Dit geeft je een betere helderheid, resolutie, goede prestaties bij weinig licht en een verbeterde kleurkwaliteit. Het dradenkruis is nog steeds het populaire EBR 2C dradenkruis. Het is geëtst in het glas, wat zorgt voor zeer grote nauwkeurigheid. En het is nog steeds in First Focal Plane of FFP dradenkruis. Dat wil zeggen dat de schaal van het dradenkruis blijft zo in verhouding tot het ingezoomde beeld. Constante substanties bieden nauwkeurige holdover en ranging op alle vergrotingen. Bij een Second Focal Plane dradenkruis is dit namelijk alleen exact op de grootste vergroting. Het gezichtsveld in de nieuwe PST Gen 2 5 tot 25x50 is verbeterd. In de hoogste vergroting is het van 1,28 meter naar 1,46 meter gegaan op 100 yards. In de kleinste vergroting is nog een groter verschil. Daar is het blikveld vergroot van 5,43 naar 7,35 meter. Dit is een flinke vergroting van het gezichtsveld, zowel op de grootste als de kleinste vergroting. Het meest opvallende verschil
en ook zichtbare verschil zijn de geheel vernieuwde turrets van deze Viper PST Gen 2 lijn. Ze lijken erg veel op de Razer HD richtkijkerlijn van Vortex, de high-end richtkijkerlijn. Wat veranderd is, is de travel per rotation. In MOA versie is deze vergroot van 12 MOA naar 20 MOA. In de MRAD versie is deze vergroot van 5 MRAD naar 10 MRAD. De grootste verbetering in de Viper PST Gen 2 turrets is het zero-stop systeem. Deze gebruikt nu dezelfde turret systeem als de Vortex Razer HD richtkijkerlijn. De eerste generatie richtkijkers gebruikten een CHIM systeem dat je fysiek stopte van het roteren van de turret verder dan je nulpunt. De Gen 2 richtkijkerserie van Vortex gebruikt nu het zero-stop systeem dat je heel eenvoudig kunt bedienen door middel van de bijgeleverde inbussleutel. Een ander groot verschil is dat de verlichtingsknop nu in de parallaxknop verwerkt zit en niet meer, zoals bij de oude Gen 1 versie, op het oculair. Deze verlichtingsknop zit aan de linkerkant van de turrets en daarin zit nu ook de batterij verwerkt. De parallax van deze richtkijker is instelbaar van 23 meter tot oneindig. Er zijn nog meer verschillen. Wil je die weten? Kijk dan hier onderaan in het blog en lees alle verschillen van de Gen 1 en de Gen 2 versie. Conclusie. Wanneer je de oude Vortex Viper PST Gen 1 6x24x50 vergelijkt met de nieuwe Viper Gen 2 5x25x50, is er een nadeel, maar vooral veel voordelen. De gewichtstoename kan een nadeel zijn, maar daar krijg je veel extra's voor terug. Grote voordelen zijn de vernieuwde turrets met de verlichting verwerkt in de parallaxknop en het verbeterde glas van deze richtkijker. Het vernieuwde optische systeem geeft je een betere helderheid, resolutie, goede prestaties bij weinig licht en verbeterde kleurkwaliteit. Je hebt nu meer aanpassingsmogelijkheden voor hoogte en het grotere gezichtsveld zijn extra pluspunten. Deze en alle andere richtkijkers van Vortex worden gedekt door de levenslange VIP-garantie. Ben je op zoek naar een geschikte richtkijker voor lange afstand of farmed hunting? Dan is deze PST Gen 2 5x25x50 in First Focal Plane verkrijgbaar in MOA en MRAD zeker een perfecte optie. Check onze website voor meer info.